Daar zijn ze, bij elkaar, helemaal aan de linkerkant. Ze gaan onder de hekken door. De Stroet nog steeds de man die leidt. Daarachter zit dus Jasper Hameling. Kan hij met nog enkele honderden meters te rijden? Kan Rens de Stroet die wedstrijd gaan winnen? Of gaat het toch Jasper Hameling worden? Nog steeds Rens de Stroet. Daar komt Hameling. Wie gaat hier pakken? Wie gaat hier pakken? Jasper Hameling! Jasper Hameling, de opvolger van Jeff Vermeulen. En hier, kijk eens hoe dicht hij gekomen is. Fantastisch! Mitchell Mulheim als derde man. Dit is fabelachtig. Gaan we de eerste man krijgen van het Parkhotel Valkenburg. Daar is ze, Remco Verbrake. En de strijd hier gewonnen met de man van Metek, Maarten van Trepp. En zo komt alles binnen, zo komt iedereen binnen. Zo gaat alles hier één voor één over die streep komen. Met Dennis Bakker, met Bijmen Huizing. Met ook hier de binnenkomst. En de man met het nummer 30, Harry Schwering, zo lang in die kopgroep. En dan toch met een troostprijs genoegen moeten nemen. En ze druipen hier gewoon binnen. Met 82, de grote man van het buitenlandseizoen, Joachim Ariessen. Kabuko de meeste grote wedstrijden in het buitenland gewonnen. Hier is namelijk Stanjes voor Kleijers, Daan Schouten. Opnieuw een man van Davington. En die tweede groep is daar nog weer bijgekomen. En zo krijgen we dus toch wel een hele mooie uitslag. En ook over de week Adrien Lindeman. En hier de andere mannen met het nummer 16, Sven Kramer. Ook hij, heel goed gereden vandaag. Lang in die tweede groep gezeten. De sprong naar voren niet kunnen maken.